Zaalcafé in Wijchen is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking in de wijk. Die bestaat tussen vluchtelingenwerk Wijchen, vrijwilligers die taalles geven, coördinatoren, maar ook cursisten die de Nederlandse taal willen leren en studenten van de HAM, Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het taalcafé is elke dinsdagochtend en het is een bijeenkomst voor mensen die geen Nederlands spreken of niet Nederlands als hun moedertaal hebben. En ze oefenen dan met spreken in kleine groepjes met één begeleider. Hoi, ik ben Dries Bellerij. Ik ben 20 jaar oud en ik studeer social work aan de HAM in Nijmegen. Ik heb twee stages, een IPL-stage en een normale stage. En hier doe ik dan het taalcafé. Ja, hier ga je dan met groepjes ga je samen een taalcafé in om ze te kunnen helpen en ondersteunen met het leren van de taal. Ik ben Mohammed Al-Mohammed. Ik kom uit Syrië. Ik woon bijna 5 jaar in Nederland met mijn vrouw en mijn 2 kinderen. Ik vind het fijn om 1 keer per week naar het taalcafé te komen. Om mijn taal blijven te ontwikkelen en wat ik geleerd heb op school niet vergeten. Mijn naam is Tom Verkooyen. Ik ben vrijwilliger in het taalcafé en ik begeleid de deelnemers over hun taal kunnen. Het begon voor mij met interesse, dus ja, je vindt jezelf terug in de verhalen die men vertelt. En het is absoluut gezellig geworden, maar ook de verbreding van de kijk van de mensen waar je mee de taal spreekt. September 2018 of januari 2019, dat weet ik niet zeker, werken we ook samen met het Sparkcentrum. En dan komen de studenten even een keer meelopen, kijken hoe het gaat. En daarna kunnen ze ook een thema gaan maken of communicatie of gezonde voeding of gezondheid. Maar de laatste keer hebben ze een quintet ontwikkeld. Dat is een soort kwartet, maar dan met 5 kaarten. Je hebt eigenlijk verschillende thema's en dan is het de bedoeling om 5 dezelfde kaarten te krijgen van een thema. Dus het is een soort kaartspel en ja, met mensen die niet al te sterk zijn in de Nederlandse taal is het een hele leuke manier om ja, toch intensief bezig te zijn met de taal. Ja, een soort speeltje. Ja, wij doen daarvoor van die speeltjes soms nieuwe woorden. Wij doen elke keer een nieuw speeltje, niet altijd. Dat ook maakt wel een beetje plezier. Wat mij erg opvalt is dat we eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zijn. Het is veel humor, vooral eten, is een sociaal gebeuren waar heel veel over gesproken kan worden. Dat zijn leuke dingen. Dus je doet het zeker voor de gezelligheid. Ook het interesse natuurlijk, maar zeker ook voor de gezelligheid. Ik vind het echt heel erg leuk om met deze mensen te werken, dus ik heb het goed naar mijn zin. Ja, maar vind ik fijn om hier te komen.